Dag iedereen, zin om te koken en te bewegen als een echte kampioen die staat te springen voor de Olympische Spelen? Wel, vandaag nog specifieker met een taekwondoka. Hey Jawad. Dag Loïc. Jij bent taekwondo kampioen. Ja. Je hebt verschillende medailles gehad op het EK. Je bent wereldkampioen geweest in 2015. In het algemeen, hoe is het? Goed. Ja? We zijn aan het voorbereiden voor de Olympische Spelen in Tokio. Is dat zo uw belangrijkste sportieve doel op dit moment? Ja, okay. De Spelen blijven de ultieme wedstrijd. Oké, want we staan hier aan uw trainingscentrum. Ja. Maar voordat we over sport gaan babbelen, wil ik een paar vragen stellen over koken. Wat heb je deze ochtend gegeten? Eieren. Heb je zo een speciaal ingrediënt dat jij eet tijdens kampioenschappen? Af en toe neem ik die muesli bars van Foodmaker. Ik eet die graag tussen de matches. Als je moet kiezen, pizza of quinoa? Pizza. Ja, toch pizza, sorry. Wat zijn drie ingrediënten dat je op een bord moet hebben, volgens u? Ja, carbs, proteïne, veel water voor mij. Kookt je graag? Dat niet, sorry. Maar ja, ik kijk een beetje van een kans. Maar ik ga je een paar dingetjes laten zien dat tof zijn om zelf te doen. Jawad, je hebt gekozen voor toast, avocado, zalm. Hier is alvast uw schort en ik ga er nog wat dingen aan toevoegen om uw toast zo wat te pimpen. Je mag hier een beetje rietsuiker in doen en rode wijn al zijn. Hier zijn radijzen, die zijn al mooi gewassen, mooi vers. Je mag die in twee snijden. Maar we gaan die zo een kwartier laten marineren en dan gaan die zo mooi roos worden. Je ziet al zo'n klein beetje roos worden. Kent je dit? Avocado. Tuurlijk. Weet je hoe je dat moet snijden? Nee. Probeer eens. We hebben een probleem, hè? Je pakt je mes, je doet een inkeping en dan kom je eigenlijk op de steen. Ja. Dan pak je de avocado en draait je hem eigenlijk volledig. En dan moet je normaal gezien loskomen als je draait. Hé, voilà! In één keer. In één keer. En dan is normaal gezien inderdaad met het mes zo. Hop, draaien en komt hem eruit. Ja. En dan mocht je je Olympische spieren laten gaan en je mocht dat zo wat crushen. Terwijl ik dat nog doe, mocht jij een chilipeper branden. En dan brand je hem volledig zwart. Voilà. Dus ruik je nu dat zo'n beetje gerookt, barbecue. Ja. Je legt hem hier en dan gewoon een kommetje erover. En door de hitte gaat dat een beetje rusten en gaat dat makkelijk zijn. Nice. De toasten die zijn mooi warm. Mm-hmm. En nu is het belangrijk om ze onmiddellijk in te wrijven met een beetje knoflook. Want rauwe look is echt heel, heel fel van smaak. Dat is wel warm. Ah ja, dat is warm, hè. Bon, zalm. En dan zo wat puntjes zure room. En dan gaan we er nog zo wat chilipeper op doen. Dat ziet er mooi uit, hè? Ja, tof? Ja. Ik denk dat het nu tijd is om, als je hoesting hebt, met een keer iets te tonen. Zo taekwondo training-achtig. Heel graag. Jawad, we zijn hier in het trainingscentrum. Hoe ziet zo'n dag voor u er normaal uit als topsporter? Krachttraining, lopen, conditie, alles wat specifiek taekwondo, tactisch, sparen, vechten. En nu op weg naar een kampioenschap, de Olympische Spelen. Ja. Wat is daar anders aan? De trainingen zijn zwaarder, dat neemt heel veel energie, ook dan mentaal. Ik heb een tip voor jou. Er is no secret, alleen maar stretchen. Zelf als ik op PlayStation speel bijvoorbeeld, gewoon met mijn benen zo open, dan ik speel mijn PlayStation bijvoorbeeld. Dus lenigheid, dat is super, super belangrijk. Oké, nu staan we. Blijf staan. 1, 2, 3, andere kant. Hier raken en dan naar achter. Heel goed. We gaan beginnen met de basistrap. En dan noemt Abchaggy. Oké. Hoppa! 1, 2, 3, 4! Ah. Heel goed. Je weet, om punten te scoren, je moet hier raken of hier. Acha! Let's go! Acha! Allee, hop, één keer. Acha! Heel goed. Dikke merci voor de initiatie en op naar goud. Hè. Ja. Chariot, Nogi. Dank je wel, Loïc. Dank je.
Deel jouw recept en sporty keukentips via Instagram en tag ons. Want als je meer dan 250 likes hebt, beland je in de kampioenenlijst van De Leize Magazine. En dat is echt top. En wil je meer recepten, meer workouts van onze kampioenen? Surf dan naar deleize.be.